Zaterdag 21 mei was Wereldmigratiedag, een dag dat wereldwijd is georganiseerd. Waterschap Rivierenland schonk hier ook aandacht aan door in Opheusden bij de Linge uitleg te geven over de werking van een vislift. In Opheusden staan er twee. In het nu volgende filmpje wordt de werking van een vislift uitgelegd. De Smart Vislift is een ronde plug-and-play vispassage. Vissen worden hierin geteld, bekeken en gemeten. Met zijn kunstmatige intelligentie past de vislift de stroomsnelheid automatisch aan op de wensen van de vissoort en de vismigratieperiode. Vissen zwemmen via een ronde wokkel naar boven. Hierdoor neemt de installatie minder ruimte in en is deze geschikt voor zowel kleine, zwakke als grote, sterke zwemmers. De Smart Vislift monitort de vissen en de waterkwaliteit. Waterbeheerders krijgen hierdoor waardevolle informatie over de relatie tussen waterkwaliteit en vismigratie. De Smart Vislift voorspelt tevens watervervuiling. De waterbeheerder ontvangt hiervan automatisch meldingen. Een intelligente vispassage die monitort, communiceert en rapporteert. De Smart Vislift. De onderwaterwereld wordt digitaal. De dag werd goed bezocht en met name kinderen waren zeer geïnteresseerd.